Maar een doel? Ik zei, nee, geen doel. Geen doel en geen geloof. Ik zei, je bent gevlucht naar een land en er zijn alleen maar mensen zonder doel en zonder geloof. En dat maakt de mensen ook heel somber. En dat maakt de mensen ook een beetje chagrijnig. En ook wel weer om te lachen. Ik stond een tijdje geleden met een vriendin van mij te praten. Mijn leeftijd. En zo eentje van... ja, ik weet het niet, Joep. Ik zei, wat is er? Oh, ik heb geen geloof. Ik zei, nee, ik heb geen doel. Ja. Ik heb het gevoel dat ik niemand ben. Ik zei, nou, klopt. Ze zei, ja, maar ik wil zo graag iets nalaten op de wereld. Ik zei, wat? Ik wil iets nalaten op de wereld. Ik zei, nou, verhang je en laat je tas staan. En dan krijg je... Ja, ik kan de stemming er altijd wel in houden als het met iemand niet zo goed gaat. En ze zei, ik vind het zo'n bitter grapje, Joep. Ik zei, ja? Ja, ze zei, kijk, jij hebt makkelijk praten. Jij bent artiest. Jij laat iets na. Ik zei, zo. Ja, jij laat iets na. Ik zei, ja, weet je wat ik nalaat? Een DVD-box bij het kruidvat. Dat laat ik na. Ja, maar laat me eerst zeggen, ik laat ook niks na. Wat laat ik nou na? Ja, ik heb 40 jaar tegen Nederland geroepen. Je moet leven, leven, leven. Nou, en dat bent u gaan doen. Ik zie die kerstmarkt, godverdomme. Nee, maar wat laat ik verder na? Ik heb aan Nederland uitgelegd dat je een beetje voorzichtig moet zijn met het konijn van je kind. Dat heb ik uitgelegd. Dat je een beetje op moet letten als je in een IKEA stapel bent in elkaar jast. En verder niks. Ook dat biertje, bijna vergeten. Nou, dat is wel de grootste mislukking van mijn leven. Want ik zette de laatste radio aan. Toen kwam er een reclame, ja, op televisie zelfs. Een reclame van Bavaria rosé bier zonder alcohol. Ik dacht, nou, nu kan ik echt met mijn plaszak voor de treinen, jongens. Hè? Rosé bier zonder alcohol. Als dat geen reputatieschade is, dan weet ik het niet meer. Ik bel de Holleder, ik zeg, wat doen we eraan? En ze, nou, doe jij Bavaria, hou ik het erbij Heineken. Echt waar, echt waar. Het kamermeisje zegt, en dat bedenkt u allemaal op die hotelkamer. Ja. Is dat dan het enige wat u doet? Ik zeg, nee. Verder zit ik nog een beetje op Twitter en op Facebook. Zegt ze, wat twittert u dan? Ik zeg, nou, gewoon dat ik in een hotel zit. En dan? Ik zeg, nou, mijn 150 volgers, die lezen dat dan. En dan? Ik zeg, nou, die twitteren dan terug. En die zeggen, goh, leuk Joep hotel. En dan? Nou, dan twitter ik weer terug. Ja, leuk hotel. En dan? Ik zeg, nou, dan zeggen zij, zet het even op Facebook. En dan zet ik het op Facebook. En dan? Ik zeg, nou, dan zeggen zij, goh, leuk hotel, ik ken dat hotel. En dan zeg ik, oh, ik ken dat hotel nog niet, maar misschien als ik in de buurt ben, ga ik ook een keer naar dat hotel. Dat staat dan op Facebook. En dan twitteren ze of ik druk ben. Zeg ik, ja, ik ben heel druk. Waarmee ben je dan druk, Joep? Ik zeg, nou, met Twitter. Ongelooflijk. En vroeger ging ik ook nog twitteren waar ik zat, maar dat hoeft niet meer. Want dat kan je tegenwoordig zien op je iPhone of op je iPad. Ik heb een app en zij hebben ook een app. En dan weten we van elkaar waar we zijn. Dat doe je met een app. Ik heb heel veel apps. Ik heb nu ook al een app dat ik weet wanneer het vloed wordt. Ik heb zoveel apps. Heel even naar deze avond. De voorstelling vanavond begon iets later door de drukte. En ik zat beneden in de kleedkamer te wachten. En toen pakte ik mijn telefoon en toen keek ik op Twitter. En toen zat er hier iemand in deze zaal. En ik raad je aan om niet te reageren. Maar hier in deze zaal zit Henk_S. En Henk_S twitterde 1 minuut voordat ik opkwam. Zit in de Groningse Schouwburg te wachten op Joep. Benieuwd. Henk_S, kort maar krachtig, wat ben jij een hoedlul. Tot de jij. Wat ben jij een totale sneuwe pannenkoekman. Ik heb nog even goed nagekeken bij Henk_S. Hij heeft 6 volgers. Gaat goed, Henk? Gaat echt lekker met Henk. En Henk komt straks naar buiten en dan bakt hij de telefoon. En dan hebben 3 van de 6 volgers zeggen, was het leuk met Joep? En dan twittert hij meteen, ja, in het begin wel, aan het eind.
Ik was gisteravond, na de voorstelling ben ik nog even naar een café gegaan met een paar vrienden. Het stond een leuk, druk café. Het was gewoon gezellig en iedereen stond een beetje te praten. En ik stond een beetje op afstand naar de mensen te kijken. En toen viel het me op dat iedereen praat als volgt. Iedereen staat nu tegenwoordig zo met elkaar te praten. Van... En iedereen. En iedereen vindt het ook volstrekt normaal dat hij. En toen, ik zat ook met een gozer te praten. En die deed dat ook steeds. En het irriteerde mij echt. Dus jij begint, ben je nou steeds aan het sms'en? Oh, sorry, ik scrabble. Ik keek hem aan, ik zeg, lieverd, je moet nog 35 worden. En je scrabbelt. Mijn oma begon te scrabbelen toen de huisarts met de euthanasiespuit binnenkwam. Toen dacht ze, nu wordt het tijd om een woordje te leggen, ja.